En minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken heeft een bekendmaking doen uitgaan in zaken het inleveren of registreren van voertuigen en zwaar materieel van de overheid. Dit geldt niet alleen voor Paramaribo, maar voor alle districten. Noor Mohammed benadrukt dat deze maatregel te maken heeft met rechtvaardigheid en niet met ministers of anderen die volgens de wet recht hebben op voorzieningen. De OW-bewindsman wijst er verder op dat er een tweede fase is, namelijk de bekende missieve, die te maken heeft met nieuwe voertuigen die verkocht zijn. Er is er ook niets aan de hand. Je hoeft niet eens te zijn met het principe, maar dat is voor later. We hebben ook machines, die zijn ook ingeleverd. Okay. Ja, er zijn dus nog machines waren bij. Er zijn nog meer machines. Okay. Ik ben bezig ermee. Die zitten verspreid. En het blijkt dat er nog meer machines, dat heb ik gisteren begrepen, nog meer machines zijn verdeeld. Dus dat komt allemaal. Kijk, bij ons gaat het om, het moet geregistreerd zijn, het moet bekend zijn. Want anders is dat corruptie, het is stelen, bewust, onbewust. Hoor. Dus dat is een van de zaken die ik inderdaad gelijk heb opgepakt. Ja, want er is ook zo dat mensen dan ongebreideld konden tanken, hè, op last van de overheid. Ja, hoe gaat u daarmee om? Dus gisteren is het nieuw formulier en de procedure door ons uitgestuurd. Er was geen beleid erop, er was geen goede. Niemand hoeft te verklaren wat het doel is, het werd uitgedeeld. Dus vanaf gisteren is er een procedure in werking. En alle illegale zaken vervallen binnen een maand. Als je die illegale, halen we gelijk eruit. Dus dan gaan we over naar legaliteit. En dan ga je zeggen, het uiteindelijk doel is, die lijsten gaan op de website komen. Iedereen mag weten wie heeft een dienstvoertuig, op wiens naam staat. Dus ook mijn naam gaat u zien. Misschien als eerste als minister. Wie tankt brandstof, et cetera. En weet je waarom? De burger betaalt die dienstauto van mij, niet ik. Ja. Iemand, de burger, betaalt die brandstof. Dus hij heeft recht om te weten wat er met zijn belastingsgeld gebeurt. Dus die lijsten komen transparant op de website. Ik ben bezig. Dat is ook een ander hoofdpijn. Dat ding werkt niet, die kofwebsite. Dus ik ben bezig dat aan te passen. En alles wordt transparant. Het ministerie heeft ook een inventaris gemaakt van de achterstanden van de betalingen aan honderden ondernemers. Vanaf 2013 tot nu toe. Noor Mohammed geeft de verzekering dat al die mensen uitbetaald zullen worden, weliswaar via een betalingsregeling. Van de prioriteit. Daarom heb ik de nieuwe werken even stopgezet, want wie heeft gewerkt moet betaald worden. En er komt een tweede fase, dat ga ik over 3 maanden opstarten. Dat is de kwaliteit. Zijn dat echte mensen geweest, weet je? Malaf, of zijn het malafide bedrijven geweest? Dingen worden 3 keer onderaan besteed. Meer, ik hoor die dingen allemaal dus. Maar dat is de volgende fase waarbij ik een soort opschoning ga hebben van bedrijven die meedoen. Het kan niet zo zijn dat een bedrijf een weg maakt. Maar het bedrijf heeft niet eens een ingenieur. De directeur heeft niet eens een diploma. Dat soort dingen gaan wij veranderen. Minister Noor Mohammed van Openbare Werken, met wie wij vandaag op de stoep hebben gesproken. Hij geeft aan dat er nog veel meer te gebeuren staat. Ik corrigeer alles in eigen huis en een ieder mag daar getuige van zijn. Aldus de bewindsman.